Smash eventjes op die like als jij een fiets hebt. En zeg even in de comments wat voor fiets jij hebt. Zelf heb ik eigenlijk helemaal geen fiets meer. Ik heb alleen een BMX van toen ik 6 was op zolder volgens mij. Maar vandaag spelen wij weer de game Obby, but you're on a bike. Een aantal dagen geleden is Wereld 2 uitgekomen. Dus er zijn weer een hoop nieuwe levels die wij kunnen gaan speedrunnen. Dus we gaan er maar gewoon meteen induiken. Het eerste level begint al aardig makkelijk. Het is wel ietsje lastiger dan Wereld 1. Wereld 1 begon volgens mij gewoon met een plateau. Dat was het letterlijk. Het begint al ietsje lastiger. Dat belooft veel goeds. Weer, daar gaan we. Level 2 is ietsje moeilijker. Yes. Oh, en hier hebben we al lasers. Funky, groovy lasers. Oh, en ik doe het zo flipping pro. De biop zitten er nog steeds in. Ik ben er trouwens ook achter gekomen dat je gewoon spatie ingedrukt kan houden voor biops. Dus ik heb het in de vorige video mezelf echt veel lastiger gemaakt door alles zo perfect te timen elke keer. Dus ik vind dat ik iets meer respect verdien. En hoezo ga ik zo vaak dood bij dit level? Ik ben hier echt 2 keer dood gegaan. Yo, ik dacht, dit is gewoon easy cruising. Ik vertel even een leuk verhaaltje. Maar nee, ik moet oprecht even zwetten. Oké, here we go. Oh, dit is de lijpste speedrun. De timing was flipping insane. Wat deed zij? Ze fietst al recht in een blok. Wacht, dit moet ik even zien. Oh, sorry. Nee, ik kan daar eigenlijk echt niet om lachen. Oh, kijk. Daar gaat ze. You can do it! Oh, bijna. Bijna. Bijna in 1 keer. Zag je ook hoe ze daartussen glipte bij het derde plateau? Oké, maar ze... Oh, doei. Ja, nu hebben ze me wel allemaal ingehaald. Dus we moeten even snel speedrunnen. Want ik ben natuurlijk degene die gaat winnen. Deze is echt super makkelijk. Oh, oh, kunnen we hier langs? Yes! Nee! Oh, ik had echt niet verwacht dat ik daar dood zou gaan. Hoeveel devs zijn het al? Echt iets van 10 of zo? Dat is gewoon onacceptabel voor de speedrun fietspro. Daar gaan we. Ik ga hier... Oh, ik wilde even daarop gaan om te flexen. Ik ben slecht geworden, mensen. Sorry. Oh. Oh, zie deze flex. Oh, hier langs. Hier net langs. Nee. Zo, hier langs. Hier springen. Ja, die kan je niet echt super goed timen. Je moet wel wachten volgens mij. Of ik ben gewoon slecht. Dat zou ook kunnen. Oh, nee. Ik ben helemaal niet slecht. Ik ben een flipping pro. Yo, we hebben Amin de dev ingehaald. Take die L, bro. Dat zeg ik op het moment dat ik de afgrond in flikker. Dat is zo lullig. Ja, nee, dat kan je niet halen. Dat kan je niet halen. Oké, crap. Jij gaat het nu voor mij halen. Nee, want hij is er nog niet achter gekomen dat je dat platform niet kan skippen. Oh, crap. Het gaat zo slecht. Wow. Wow. Wat? Never mind. Hij haalt het gewoon. Ik raak helemaal afgeleid. Hoe doet hij dat? Ik heb echt geen idee hoe hij dat doet. What? Yo, ik word hier gewoon ingemaakt door Amin. Amin is gewoon vermomd als fietspro. Weet ik veel, gast. Hij leek helemaal niet zo supergoed. Oh, crap. Ja, hier. Ik moet hem op de noob manier halen. Ik moest daadwerkelijk afremmen. Hij niet. Hij kon gewoon doorblasten. Nee. Kalm. We blijven kalm. Adem in, adem uit. Alle negatieve energie weg. 15 devs. Daar kijken we niet naar. Die 15 devs hebben we van geleerd. Je moet fouten maken om te leren. Daar hebben we ook weer van geleerd. Ja, die is niet perfect. Die was niet perfect. Ik drukte 1 keer op S. Maar we zijn weer terug. Klonny is back in the building. Weet ik veel dat daar een gat zit. Net op het moment dat ik wil zeggen Klonny is back in the building. Oh, maar dit is lastig. Yo. Wow, dit is ineens echt veel lastiger. Wow, dit ben ik niet gewend van deze game. Deze game is normaal gesproken heel makkelijk. Maar hier moet je daadwerkelijk even langzaam gaan. Nou, ik ga dan maar gewoon als een traag mannetje gewoon deze levels halen. Want het lukt mij niet meer om te speeden. Die tijden heb ik achter me gelaten. Ik ben te oud geworden. Oh. Oh. Oh, maar alsnog ben ik echt aan het stylen op de mensen in deze lobby. Ook al ziet niemand het. I'm back at it again. Klonny is back. For real this time. Oh, dat was... Nee! Oké. Okay. Yes, gaat goed. Straight through the middle. Hoppa, hier, we gaan gewoon even iedereen inhalen. Nee, laat maar, we gaan niemand inhalen. Ik zweer, ze hebben iets aangepast aan de fietscodes. Ze hebben iets aangepast. Ze hebben iets aan mijn fiets gedaan, ik weet het zeker. Kan iemand even mijn fiets checken met zo met röntgenstraling? Dat doen ze toch met wielrennen? Wow! Nee! Oh, oké, okay, ik leef nog. Holy flipping moly, ik dacht echt dat ik daar zou vallen. Je zag me al rage. Hier, deze jumpen. Oh, dat was perfect. Deze is ook letterlijk perfect. En hier gaan we vallen. Oh, dat is zo zonde, want we hadden zoveel speed. Oh, nee, nu ga ik heel de tijd vallen. Nee, ik moet Popsicle Lover inhalen. Dat is niet echt een hele chille realisatie, dat ik eigenlijk gewoon heel erg noob ben. Oké, okay, never mind. Ik heb het gehaald. Oh, kijk, daar is Armin de Dev.
Daar's Flipping Armin de Dev. Ik ga hem inhalen. Eindelijk. I am coming for you, Armin. Hij heet Armin. Oeps. Yes. Yes. Ik heb hem ingehaald. Dit is mijn Flipping Wraak Arc. Yo, ik ben echt weg aan het speeden van Armin. Oh, die heb ik ook in één keer getwint. Ik wil eigenlijk niet achter me kijken, want als ik nu dood ga, is het super lullig. Armin, die zit gewoon relax een drankje te drinken. Heeft een video openstaan op zijn tweede monitor. Is gewoon lekker aan het chillen. En ik ben aan het racen tegen hem en heeft helemaal niks door. Ik ben helemaal me kapot aan het zweten. Wow, zag je die 180? Ik maakte een 180 en daarna ging ik weer terug. Dat was echt de lijpste trick die ik ooit heb gedaan. Yes. Oh, die in één keer. Oh, Armin. Waar ben je, bro? Waar blijf je? Oh, hij is daar. Oké, hij is best wel dichtbij. Oh, maar ik ga de finish als eerste halen. I did it. Ik heb van Armin gewonnen. Yeah, buddy. Yo, Armin. Hoe gaat het, bro? Hoe voelt het om keihard te verliezen tegen de master? Oké, ik wrijf het er nu wel erg in. Sorry, Armin. Sorry. Geef me een knuffel, Armin. Nee, oké, dat was een beetje triest van mij. Het spijt me, bro. Ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. Ik had echt verwacht dat die guy keihard geraakt zou worden door die bal. Dat zou ik echt heel grappig hebben gevonden. Nou, aangezien deze wereld iets korter was dan wereld 1... denk ik dat we Matthews nog één keer gaan doen. Maar dan gaan we een Game Pass gebruiken. Namelijk de Motorcycle Game Pass. Even kijken hoe duur die is. Die is 400 Robux. En dan krijg je dus een motor. Ik ben heel erg benieuwd of ik ook echt zo'n motor krijg. Want dat zou echt flipping lijp zijn. Waarschijnlijk niet. Want ik ken Roblox langer dan vandaag. What? Yo, ik kan zogenaamd een Game Pass winnen. Wow, hij vliegt net voorbij de Game Pass. En nu krijg ik 2 minuten een Gravity Coil. Nou, we kopen de motorcycle. 3, 2, 1, go! Wauw, dat was minder spectaculair dan ik had verwacht. Deze lijkt echt totaal niet op die van het plaatje. Dit is gewoon een snorfiets. Zo, maar... Wow! Yo, dit ding gaat echt insane snel! Oké, ik denk toch niet dat we gescamd zijn. Dit is een racemotor vermomd. Holy flipping moly, dit is insane. En wat we dus gaan doen is, we gaan proberen een soort van een speedrun te doen. Dus ik reset hem. Houden we W ingedrukt. Kijk, dan hebben we de best mogelijke start. Yes. Oké, nu moet ik even tryharden. Want nu kunnen we gewoon die world record pakken. Nee, oké, de world record is nu al niet meer mogelijk. Oh, het gaat zoveel slechter dan hiervoor. Dat is echt jammer. Ja, en dan ga ik hier dood. Oké, ja, de world record is al helemaal out of the window. Oh, die 360 was wel lijp. Oh, en dan spring ik daar recht in een gat. Jeetje, dit is lastig, man. Hoezo staat die muur daar zo stil? Oh, dat was echt mooi gewoon. Maar Bunnyhop is hier veel langzamer met dit ding. Omdat je kan zoveel snelheid pakken. Sorry, ik ben echt keihard aan het concentreren. Het voelt zo triest. Dat ik echt langs iedereen aan het speeden ben met dit ding. Oh. 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 Het is te amazing. Nee. Het is wel echt erg sip hoe slecht ik het doe. Ook al heb ik de motorcycle. Ik denk oprecht dat Armin de Dev mij gewoon kan inhalen. Dat is jammer. Ik word bijna ingehaald door een fietser. Door een fietser peasant. Je moet voor elke stage de snelheid weten. Dan is het zo leuk om met dit ding te speedrunnen. Het is gewoon een heel leuk spel. De video is gewoon veranderd in dat je naar mij kijkt. Maar mijn concentrerende hoofd en af en toe doe ik nee. Het spijt me. Maar ik zit er te erg in. Oké, we hebben het wel bijna gehaald. Op zich doen we het nog wel redelijk snel als je vergelijkt met fietsers. Maar als je het vergelijkt met andere bommergebruikers, doe ik het echt heel slecht waarschijnlijk. De timing is altijd zeg maar zo super slecht. Dat is echt jammer. Het is volgens mij echt precies zo gedesigned dat je net in die gaten valt. Dat kan niet anders, want het is echt te perfect. Nou, de conclusie is dat de motorcycle echt een geweldig ding is. En de conclusie is ook dat je de motorcycle nooit gaat winnen door het wiel. Smash eventjes op de like als jullie deze video van Roblox Obby, But You're On A Bike super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!